Is weer maar zo positief al met het nieuws van vandaag. Strengere bewaking Europese grenzen. Ik juich het alleen maar toe, gezien de ontwikkelingen en de toenemende terrorisme, dreiging en verhoging van criminaliteit. Is dit een hele goede zaak en hadden ze dit al veel eerder moeten doen en de koppen moeten indrukken. Maar ja, beter later nooit. De Europese buitengrenzen worden vanaf deze zomer beter bewaakt. Daardoor wordt de nieuwe Europese grens- en kustwacht ingezet. De dienst krijgt meer bevoegdheden dan de huidige. De Europese landen moeten voortaan 1500 grenswachten, dat zijn er nogal wat, hebben klaarstaan. Die moeten snel in actie kunnen komen als de bewaking van de buitengrenzen onder druk staan. Zoals in bijvoorbeeld Griekenland, waar natuurlijk de nood hoog is op dit moment. Met de duizenden vluchtelingen die ze eigenlijk, ja, qua organisatie kunnen ze dat eigenlijk helemaal niet aan. Ook moeten de Europese landen, de EU-landen, binnen 10 dagen materieel leveren als daarom wordt gevraagd. Te denken aan bijvoorbeeld schepen, helikopters of machines om vingerafdrukken af te nemen. Ja, er komt dus nog wat bekijken qua organisatie. Daar moet je natuurlijk wel op ingericht zijn. Maar ik vind het heel positief nieuws. Beter laat dan nooit, zal ik maar zeggen. Voorkomen is beter dan genezen. Om de grenzen zo goed mogelijk te beveiligen. 100% zekerheid heb je natuurlijk nooit op het gebied van veiligheid. Dat weet ik als registerbeveiligingsexpert maar al te goed hoe dat in elkaar steekt. Maar je kan wel 99,9% kan je wel realiseren door organisatorisch een goede beveiliging neer te zetten. Ja, daar moet natuurlijk over nagedacht worden, maar het neemt niet weg dat dit ja, goed nieuws is en we op de heel goede weg zijn om een beter en veilig Europa te krijgen en een betere wereld te krijgen. Dat is misschien een utopie. Maar in mijn optiek is dit ja, de weg waar we naartoe moeten. De goede weg op. Veiligheid is algemeenheid. We hebben er recht op. Iedereen heeft recht op veiligheid. Tot de volgende keer.